Vaka-kijkers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Het Waterpark. Vandaag gaan Rik en Jesper de Performance Challenge afmaken op de glijbaan. Hierna is het eindelijk weer tijd om te gaan bouwen. Ben jij ook zo benieuwd? Ik zou zeggen, pak wat lekkere stokbroodjes met kruidenboter en geniet van de video. Ronde 2 jongens. Ronde 2? Ronde 2 van Shape Challenge. Ja, nieuwe platen. 5 nieuwe platen. En we hebben er nog eentje over van de vorige keer. Dat is namelijk deze ronde. Kijk, hier, de vorige ronde gingen we hier allebei doorheen. Dit is dus de bedoeling, de glij hier vanaf. Oh ja, hij valt weer om, hij valt weer om, hij valt weer om. Ja, dit is dus de bedoeling, we moeten door deze ronde. En dan glij je hier vanaf en dan moet je er doorheen springen. Ja, we gaan dus ook nieuw maken, dus bijvoorbeeld gewoon met een handje en zo. Gewoon allemaal dingen die we van de glijbaan af kunnen doen. En dat gaan we nu doen. Een tijdje verder en we hebben de shapes allemaal gesneden. Ik ga ze nog niet laten zien, want we gaan per ronde pas laten zien wat we gemaakt hebben. En de eerste shape zit er al in. Ja, dat is shape nummer 1. En Rik is de gelukkige die mag gaan beginnen. Ik ben aan het eerst aan de beurt. Hè? Ja, want ik ben de vorige ronde geëindigd. Hier heb ik dus echt zin in, want dit is geen pijn ook. Nee, daarom. En kijk hoe lijkt het eruit ziet. Echt ziek. En nu heb je ook de kans dat hij gewoon heel blijft. Ja. Vorig jaar kwam het door het water denk ik. Precies. Dus nu gaan we puntjes scoren denk ik. Gewoon als je er doorheen bent puntje en we doen gewoon per keer om de beurt als eerst. Ja, zelf als eerst. Rik. Oké, ik ga ervoor zitten. Ja, ben je er klaar voor? Ja, de shape is dus dit. Ik moet gewoon dit doen, maar ik weet niet of het groot genoeg voor mij is. Ja, ik weet het ook niet. Of wel erheen past. We gaan het gewoon zien jongens. Duimpje in de chat. En stay safe. Ben je er klaar voor, Rik? Ja. 3, 2, 1. Ja! Je raakt hem wel aan. Maar hij is niet kapot. Hij is niet kapot. Dat is gewoon een punt hoor. Dat is gewoon een punt. Lekker. Yo. Mijn ronde. Ik heb er zin in hè. Jij hebt al een puntje. Maar die gaan we daar ook pas bij schrijven. Maar hij is nog heel, dus jij hebt nog kans. Ik heb nog kans. Ik vind het wel eng hè. Ik ben er helemaal klaar voor. I'm born ready. 3, 2, 1, go. Ja, denk het goed. Ja, jij raakt hem ook keihard aan. Maar ja. Maar wel heel snel. Hij is een hele zeil toch? Yes, allebei een puntje. Jongens, allebei een puntje. Goed gedaan. Ja, schrijf er maar bij. Ja, het staat gelijk nog. Maar nou is Jesper eerst. En dan gaan we zien. Dit rondje, hè, dat gaat echt nooit lukken. Je moet echt duiken hier. Op je knietjes en dan duiken. De kans is dat ik op de glijbaan klap. 3, 2, 1. Ja! Die ging echt goed! Ik zweer het! Oh, hij is gebroken! Oeh, hij is kapot. Nee, ik vind het een puntje waard. Er zit een scheur in. Puntje waard. Hij is pas kapot als hij echt kapot is. Ja, nou ben ik wel een niet zo'n voorbeeld. Er zit dus nu een klein scheurtje in, die heeft Jesper veroorzaakt. Ja. Dan kunnen we terugkijken naar herhaling. Maar ja, hij is niet kapot. Hij is kapot als hij echt tot onder of boven. Ja, dat hij echt door midden is. Let's go! Oh. Ja! Nee! Nee! Het is door jouw scheur! Ja, eigen schuld! Door jouw scheur! Eigen verantwoordelijkheid! Dit is wat het is, dit is wat het happened. Look at up! Puntje voor mij. 3 puntjes van Jep, 2 voor Rik. Nieuwe ronde, nieuwe kansen zei ik dan maar zo hè. Kijk dit shapeje is hé, hoe ga ik er doorheen? Mijn voorspelling, dat ik dit kapot ga maken. Oeh, maar past dan? Die was best goed, ik zweer het. Echt? Ja. En lukt wel, ik raakte hem wel voel ik. Je raakte hem maar heel klein beetje aan. Ging het wel echt mooi zo? Ja. Lekker Jep. Yeah. Ik dacht, hij is wel kapot! Hij is kapot. Hij is kapot, maar... We kunnen wel weer de voordeel van twijfelen. Ja, maar... Ja, ja, oké, voordeel van twijfelen. Nou is het voor mij makkelijk. Daarom. Ja, okay. Precies. Ik heb nou iets breder onder, dus het zal voor mij iets makkelijker zijn. Maar ik ben ook iets groter. Oh. Ja! Heel mooi! Die was heel mooi! We dachten allebei dat het niet ging lukken. 1 voor Rik erbij, 1 voor Jesper, staat 4-3. Hoeveel hebben we dan nog? Ronde nummer 9. Nee, ik eerst. Ik ben. Nee, ik ben. Een sperronde begint de ander. Jij bent net begonnen. Ik wil hierin. Ik weet niet of dit moeilijk is. Hij is heel laag. Ja. Dus ik moet er echt gewoon zo erin met mijn kop. Was te verwachten. Ja, maar weet je wat fijn hè? Wat? Ik ging over dat droge zeil heen. Oh. De allesbeslissende laatste ronde gaat van start, jongens. Kijk, het shapeje is mooi hangen dan. Ja? Ja. Holy shit, je gaat er ook gewoon doorheen hè? Oké, Jesper heeft het gewoon gehaald, nou ik nog. Ah, Jesper heeft eigenlijk al gewonnen. Ja, je kunt je eer nog winnen. Shit! Nee! Helaas! Hey! Het is rustig. We moeten nog even officieel naar de punttelling, maar ik ben niet vrolijk. Nee, dat snap ik. Ik ben alles behalve vrolijk. Ik ben teleurgesteld in mezelf. Ja, ik heb in mijn carrière, ik heb er gewoon naartoe geleefd. En op deze manier afsluiten is gewoon niet fijn. Kut. Hey, ik heb gewonnen hè? 3-5 voor Jep. Ik heb er best wel goed van ikzelf. Stift weg en we gaan nu aan een nieuw bouwproject beginnen. Let's go. Hey! We zagen veel comments met de duikplank dat het niet echt een duikplank was. Ja, maar dat hij geen vering had. Nu gaan we dus een andere duikplank maken, want we hadden wel een steiger en je kon ervan afspringen, ook een duikplank. Maar een echte duikplank is natuurlijk met vering. Dus we gaan een veringduikplank maken. En ja, hoe we dat gaan doen, ga ik jullie zo uitleggen. We gaan eerst even het materiaal bij elkaar zoeken. Beunhaas Jep is, is er weer gewoon. En ja, dit hout. Dit is de hout wat we voor het project gaan maken. We gaan dus een duikplank maken en die wordt 1,80 meter hoog. Want we willen nu wel echt iets fatsoenlijks maken. Niet net zoals de stijger te hoog dat we, ja het was wel lijp, maar dat we er wel echt van af kunnen. Kijk, zoals ik zie heb ik hier een schets gemaakt. Hier, dit wordt het frame zo, palen zo eronder. Die wordt 1,80 meter hoog, 1,20 meter lang en dan komt hier zo de duikplank uitsteken en dan komt hier het zwembad zeg maar. Dat is dus het hele ding. Alles is getekend en nu gaan we zagen. Frame 1 is klaar. Zal ik hem even rechtop zetten hoe het eruit ziet? Dan hebben jullie een beetje een beeld. We moeten ook nog een trappetje maken weer. Ja. Daar heb ik zin in. Heel mooi. En we zijn nu al met de tweede beest, dus op zich gaat het best snel. Maar de vraag is ook echt of de duikplank echt goed gaat werken. Hè? Want het is wel van hout, maar het veert wel een beetje. We hebben al een beetje getest. Als het goed is gaat die veren. Eén kantje en dan is de twee statieven klaar. Oeh ja, ik zie het al voor me. Zie je dat voor je? Ja. En dan steek ik er aan die rechterkant ook zo'n plank uit. We gaan even het systeem testen hoe we de vering precies gaan maken. Dit wordt de springplank. Dit wordt hem gewoon hè. Het lijkt ook wel een beetje op een duikplank, vind je niet? Komt eerst op en dan even kijken. Dan moet jij er achterop gaan staan. En dit veert gewoon. Dit is dus het idee hoe we de duikplank gaan maken. Maar die komt dadelijk dan op dat ding. Maar dan moeten we nog even iets verzinnen hoe we dat precies doen. Holy shit jongens, het plateau is nou echt bijna af. Ja, het frame is af. We noemen het frame. Het ziet er steeds al dik uit. Het is meer een box. En nu staat hij scheef, dus hij komt nog rechtop. Dus dat is best wel huge. Het wordt best wel groot hoor. Ja. Het is dus niet normaal jongen. Gewoon op een vrijdagmiddag gewoon even liggen buinen. Nou in het statief hebben staan, of ja het statief, de constructie. Gaan we even de locatie bepalen en ik denk dat dat hier wordt. Langs de trampas Daar de glijbaan, hier de trampers en dan hier komt hij. Perfect! Ja, dat was dus de locatie en we hadden net even pauze, pakje ding gepakt. En toen dachten we, als dit nou eens heel goed bevalt en echt, jullie vinden het ook heel top, dan kunnen we misschien een tweede er langs maken. Dat je hier eentje hebt en nog hier eentje, dat we een hoger hebben. Misschien werkt het maar af. Maar als jullie dit willen, laat het weten. Laat alles weten. Gewoon alles, gewoon alles. Hoe voel je je nu? Wat ben je nu aan het doen? Hoe gaat het met je oma, je moeder? Ja, laat het gewoon weten. Vrouwtjes en heertjes, dit was de video alweer. De volgende keer gaan Rik en Jesper de duikplan afmaken en er misschien wel vanaf springen. Tot dan.